Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Zoom-sprookjes. Ja, Skype ligt even buiten. We zijn het via Zoom aan het proberen en hopelijk gaat het goed. Waarom sprookjes? Waarom deze podcast? Wel ja, als je volwassen bent, wordt gewoon niet meer voorgelezen en dat is zo plezant. En vandaar dat je deze podcast rustig in je bed kunt luisteren vlak voor het slapen gaan om heerlijk in slaap te vallen met ook een wijze les die we uit elk sprookje halen. Dames en heren, ik heb ook een onwaarschijnlijk fantastische madame. Ja, meegebracht kan ik niet zeggen, want we zitten ver van elkaar. Maar een fantastische madame die mij een sprookje heeft verteld. Het is, ja, ik denk gewoon mijn beste vriendin. Een actrice, een keisvol madame, een schrijfster. Wat doe jij nog? Keivele. Ze wandelt af en toe met mij mee. Weet, wij zijn partners in de weg van het leven, ik zal het zo zeggen. Ja, dat is waar. En dames en heren, ik ga ze voorstellen. Groot applaus voor Leen den Dievel. Zo Leen, dat was een applaus. Goed, hè? Ja, prachtig. Oh, ik geniet er ook altijd van om toch nog eens applaus te hebben, het is zo lang geleden. Ja, echt. Leen, ik heb een titel voor ons sprookje. Ja. Er was eens een klok die achteruit tikte. Oh. Oh, dat is spannend, hè? Dus ik denk dat we misschien wel een heel mooi, filosofisch spannend... Ik weet niet wat het gaat worden, maar we zien wel. Zo, dames en heren, hier gaan we. Er was eens een klok die achteruit tikte. Kit. 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 Kit, 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 dang, dang. Bernard de Klok was fout gemaakt. In plaats van dat zijn wijzer van rechts draaide en zo helemaal rond, draaide hij links. Dus je kon op Bernard het uur niet aflezen. En daarom... Je kon ja? op Bernard niet rekenen. En daardoor werd Benaar eigenlijk slecht bekeken. In de klokwinkel werd hij ook altijd niet verkocht. Hij bleef er maar hangen. Hij hing er al 20 jaar. En niemand die Benaar de achteruitlopende klok wou kopen. Alleen François. François had de winkel. En ja, had een of andere band toch met Benaar. Die keek altijd naar Benaar. En die leefde in een soort van... geschiedenis, ja. Constant. Want hoe heet ze nou? Sorry. François. Ja, François. Had niet zo gelukkig leven. En ze had het heel zwaar gehad. En door dat ze bij Bernard de Klok zag teruggaan, leek het alsof dat François eigenlijk haar leven kon aanpassen en een nieuw leven kon leiden, net door die tijd die achteruit ging. Andere keuzes kon maken. Dus wat deed ze? Ze begon met kleine keuzes. Ze dacht, doe ik mijn sokken uit of doe ik ze aan? Want ze wist het ook niet meer zo goed, wat ze die een dag had gedaan. Maar ze begon daarmee. En dan koos ze zelf en daar voelde ze zich gelukkig mee. Dan dacht ze, ik loop eens zonder kousen vandaag in de winkel. En een andere dag dacht ze, onderbroeksken aan, onderbroeksken uit. Ze zei, nee, vandaag doe ik ze uit. Ik heb ze al heel mijn leven nagedaan, ik doe ze uit. En zo maakte François elke dag keuzes. Ja. En stilletjes aan begon er iets raar te gebeuren. François keek elke ochtend in de spiegel en vond dat ze er eigenlijk keigoed uitzag. Het was alsof dat ze echt jonger aan het worden was. Alleen zag François niet meer goed. Want ze ging misschien wel achteruit, volgens Bernard en in haar leven, maar haar ogen gingen niet zo meer goed mee. Ze had cataract. Maar wat ze zag... was toch een beeld van iemand die ze eigenlijk in haar leven nooit had gezien. Ze dacht haar jonger zelf. Maar was het wel zo? En elke dag maakte ze andere keuzes dan ze ooit gemaakt had. En ze begon, ondanks haar cataract en alles wat ze dan in tunnelvisie zag, toch begon ze gelukkiger te worden en gelukkiger. En François had nooit echt de liefde gekend dat een vrouw hoort te kennen. En op een dag... hoort ze iemand uit een winkel binnenkomen. En daar kwam hem dan binnen, hè. De Julien. De Julien van achter de hoek van de beenhouwer van de neef van de gebuur. En Julien kwam met een zware tred. En het was niet echt in de maat
Het was een hele zware, trage tred. Zoals de klok Bernard. En Françoise die voelde zich er goed bij. Want dat ging... Kit, 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 kit. Dag Françoise, zei Julien. Dag Julien, zei Françoise. Wel goed dat jij de mannenstem doet, Leen. Ik de vrouwenstem. dag Julien, hoe is het? Françoise, het gaat niet goed. Oei. De tijd gaat sneller, elke dag. En ik verstaan het niet meer. En jij hebt ook een zwaar leven gehad, hè? Ik heb een heel zwaar leven gehad, Françoise. Jij weet dat, hè? Ja, ik heb in de mijn... Jij wordt niet gelukkig getrouwd, hè? Ik was heel slecht getrouwd. Ik had 10 kinderen gemaakt. Maar mijn grootste kind, dat was mijn vrouw. Oei, oei. Julien, er is met mij iets aan het gebeuren. Ik heb ook een zwaar leven gehad. En Françoise vertelt heel het verhaal van Bernard de klok die achteruit tikt. En Julien raakt helemaal begeesterd door de klok die achteruit tikt. En hij zegt van... En hij... Ja, zeg maar. En hij wilde eigenlijk. Hij wilt mee. Hij zegt, Françoise, hoe doe je dat? Ik wil mee. Ik wil zijn waar jij bent. En zo begonnen ze samen naar de klok te kijken. Ze begonnen samen andere keuzes te maken. En zo werden ze in hun hart steeds jonger en jonger en jonger. En ze raakten verliefd op elkaar. En ze begonnen kindjes te maken in de winkel. En ze werden jonger. Tot het zover was dat Françoise en Julien... Ja, terug in hun pamper begonnen te doen. Ze hadden een pamper aan omdat ze oud waren, maar ze dachten dat ze een pamper hadden omdat ze terug baby waren geworden. En zo... En hun kindjes, die liepen rond. En als ze goed keken en samen in hun winkel stonden, keken ze naar de jongste. Ze zeiden, die doet wat raar. Die begon te lopen, maar die liep niet vooruit. Die liep achteruit. En zo werd er op een dag... Twee oude mensen gevonden die naast elkaar op een stoel zaten, naar een klok zaten te kijken die achteruit liep. De twee mensen waren gestorven met een gelukzalige glimlach. En iedereen in het dorp babbelde erover. Ah, dat zijn nu twee gelukkige mensen. Dames en heren. En ja. En de jongste kon het allemaal navertellen. Want die liep achteruit. En die heeft een boek geschreven. Over Julien en Françoise. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat je een tijd niet echt kunt terugdraaien. Maar dat je op eender welke leeftijd keuzes kunt maken die er toch nog, die er toch nog voor zorgen dat het een beetje plezant wordt op het einde. Slaap lekker. Merci, Leen. Graag gedaan.